spetterende vlaggenparade van waterskiers op de Amsterdamse Bosbaan was de feestelijke opening van de wedstrijd om het waterskikampioenschap van Nederland. Bij de slalomheren werd de kampioen 1960, de Hagenaar Johan Berg, bij het ronden van de vierde boei op de terugweg uitgeschakeld. Een prachtig parcours werd tot tweemaal toe afgelegd door de 17-jarige Hagenaar Peter Alsem, die na tweemaal achtereen kampioen bij de junioren te zijn geweest, nu zijn eerste seniorentitel in de wacht kon slepen. Een klasse apart bij de dames was de Haagse Connie Dane, die behalve op de slalomtitel ook nog beslag wist te leggen op het kampioenschap figurendames. Als beloning mag ze nu naar de Europese kampioenschappen in Spanje, die half augustus worden gehouden. Het publiek verslikte zich bijna van spanning bij het nummer Schansspringen. Goed was hier de Hagenaar G. Roerade, kampioen van 1960, maar beter de 28-jarige Huizenaar, nee, niet Hagenaar, Ben Woltering, die met een formidabele sprong de magische 30-metergrens wist te passeren. De jury kon dat nauwkeurig meten. De vertraagde opname doet dit nieuwe Nederlandse record nog eens duidelijk schitteren. Deze prestatie betekent eveneens een reis naar Spanje voor Ben Woltering.